In deze video gaan we aan de slag met het berekenen van de procentuele toename. En dat gaan we doen met behulp van een voorbeeldje. Een kledingzaak verhoogt alle prijzen met 5 euro. Een t-shirt van 18 euro kost dan automatisch 23 euro. En een jack van 78 euro kost dan 83 euro. Dus beide kledingstukken zijn evenveel in prijs verhoogd. Maar je kunt je misschien wel voorstellen dat dat procentueel gezien wel een beetje anders ligt. Hè? Dus, maar in verhouding tot de oorspronkelijke prijs is de prijsverhoging bij het t-shirt groter dan bij het jack. Dus je kunt je afvragen, wat is dan de procentuele toename van het t-shirt en het jack? Nou, als je dat gaat berekenen, dan moet je altijd gaan kijken naar de toename. En die moet je dan gaan vergelijken met de oude prijs. En dat ga ik doen als voorbeeld. Dus dat t-shirt, we gaan dus de procentuele toename berekenen. We weten dus dat de oude prijs is 18 euro. De toename is 5 euro. En als je dat vermenigvuldigt met 100%, dan kom je uit op een toename, de procentuele toename van 27,8%. Dan gaan we kijken naar de procentuele toename bij je jack. Want je weet dat de oude prijs is 78 euro. Ook hier is de toename 5 euro. En als je de uitkomst van die breuk vermenigvuldigt met 100%, dan kom je uit op 6,4%. Dus de procentuele toename van je jack is veel hoger. Even onthouden, staat bovenin. Procentuele toename berekenen. Dan moet je toename delen door oud. En de uitkomst daarvan moet je vermenigvuldigen met 100%. Dus twee voorbeelden en ik zet het regeltje er ook eventjes bij. Een e-reader van 79 euro kost met ingang van volgende week 87 euro. Dus je weet de oude prijs en je weet de nieuwe prijs. En dus ook de toename. Bereken hoeveel procent de e-reader duurder wordt. Nou, de oude prijs is 79 euro... De nieuwe prijs is 87 euro. We hebben een toename, we hebben een verschil van 8 euro. Dus we kunnen de procentuele toename berekenen. De oude prijs is 79 euro. De toename is 8 euro. De eenheden zijn gelijk, dus ik ga dit op elkaar delen. En ik ga de uitkomst vermenigvuldigen met 100%. En dan kom ik uit op een procentuele toename van 10,1%. De tweede vraag. De prijs van een liter diesel wordt met 7 cent verhoogd tot 1,28 euro. Er wordt nu gewerkt met twee verschillende eenheden, cent en euro. Okay. Bereken hoeveel procent een liter diesel duurder is geworden. Nou, laten we eerst eens eventjes opschrijven. Oude prijs en nieuwe prijs. Want het punt is, ik zie dat de nieuwe prijs is 1,28 euro. En we hebben dus een toename van 7 cent, oftewel 0,07 euro. En ik werk graag met dezelfde eenheid, dus ik werk nu met de eenheid euro. Dat betekent automatisch ook dat ik de oude prijs kan berekenen, want die is namelijk 1,21 euro. Met andere woorden, ik kan de procentuele toename berekenen. Ik heb de eenheden heb ik gelijk. Dus de oude prijs is 1,21 euro. De toename is 0,07 euro. Dan heb je automatisch ook de nieuwe prijs van 1,28 euro. We gaan die breuk vermenigvuldigen met 100%. En we hebben een procentuele toename van 5,8%. Einde video. Tot de volgende keer.